Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video in de verhuisserie van Nikki en mij. Deze week heb ik uiteraard weer regeldingen, want vooralsnog is het geen 10 juni, juli, en dan krijgen we de sleutelpas. Uiteraard is het nog steeds spannend of we de financiering rondkrijgen, maar we hebben deze week wel besloten dat we wel echt gewoon dingen gaan regelen nu. Want ja, het wordt gewoon een beetje vervelend als dat allemaal pas vanaf 10 juli geregeld kan worden. Dan kunnen we er nooit meer op 1 augustus in. Dus wat we deze week hebben gedaan is wat meer dingen geregeld over vloerverwarming, vloeren en keukens. En daar ga ik jullie nu in meenemen. Laten we beginnen bij de vloerverwarming. Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik weet niet of ik er al een intro van gemaakt heb, maar if not, we gaan een vloerverwarming leggen. Dat is iets wat ik heel graag wil in ons nieuwe huis. En, zal maar zeggen, de onderverdieping moet klaar zijn. Dus dat dus betekent keuken, vloer en muren. De vloerverwarming is niet alleen dat het gewoon super chill is om te hebben, maar ook gewoon met de oog op de toekomst. Gewoon zoveel minder stookkosten. Omdat we ook ooit over willen gaan op een warmtepomp, lijkt ons dat gewoon de beste optie. En ja, dat doe je niet als je er zit. Dat ga je van tevoren doen. Dus vandaar dat we vloerverwarming heel graag van tevoren wilden regelen. Zodat we dat als eerste kunnen doen als we in het huis komen. Maar even... Nee, als eerste. Wat dan? Als eerste gaan we misschien wel een drankje doen in het huis. Eerst een drankje. Dus je gaat een vlog wijden aan de vloerverwarming. Ja, zo. In de vloer misschien ook. Ligt eraan hoe interessant het is. Zeg je? Ligt eraan hoe interessant het is, maar misschien komt de vloer er dan bij. Ah, ja, ja. Wat ik heb gedaan. Ik had op internet even research gedaan en daar kwam ik achter dat er 3 verschillende soorten vloerverwarmingen zijn. Je hebt een nat systeem. Dat kan eigenlijk alleen maar in nieuwbouwwoningen. Daarbij gaat er ook een heel stuk vloer erbij, omdat ze dat erop gieten of zo. Dus dan ja, gaat je vloer ook een stuk omhoog. Dan heb je een droog systeem. Dat is eigenlijk het duurste wat er is. En dan heb je invrezen. En dat is de goedkoopste optie die er is. Het enige wat je daarvoor moet hebben wel, is een betonvloer. Want anders kan er niks in gefreesd worden. Wij hebben een oppervlakte van 50 vierkante meter wat vloerverwarmd moet worden. Ja, toch? Nee. Dus daar heb ik even research over gedaan. En op die website waar alle info stond, kon ik een offerte aanvragen. Dus dat had ik gedaan. Die man heeft mij gisteren gebeld. En die heeft mij een hele hoop verteld over wat hij kan doen. En eigenlijk hebben we ook een soort van afspraak gemaakt. Als het allemaal doorgaat en we gaan het door hem laten doen, dan komen ze 13 juli leggen. Dat komt goed uit, want we krijgen 10 juli de sleutel. Maar ga ik met hun werken? Nikki zei van, ja, zeg maar niet de eerste beste die jou helpt, ja tegen. Ik ga eens even verder kijken. Dus, want de kosten die daaraan verbonden zijn bij dat bedrijf was tussen de 1700 euro en 2500 euro. En dat is niet niks. Dat is best wel prijzig. Dus ze hebben wel wat goede dingen. Dat ik denk, een lange garantie. Ze hebben een verdeler met 6 groepen. Een roestvrij stralenverdeler. Dat zijn wel dingen waar ik dan op let. En dat ik denk, ja, dat wil ik dan ook wel, als we het niet bij hun gaan doen, wel bij een ander hebben. Dus ik heb ook in onze buurt 2 bedrijven, installatiebedrijven gezocht. Ik heb gewoon gegoogeld op vloerverwarming installatiebedrijf. En dan de plek waar we wonen. En die bedrijven heb ik nu ook gewoon gemaild en een offerte aangevraagd. 1 van die bedrijven is ook van een vriend van ons. Dus misschien dat we... Ja, je wilt toch het liefste bij je vrienden... Ja, je vrienden helpen ook. Hè? Als dan iemand geld aan ons verdient, dan het liefst onze vrienden. Dus daar ligt wel een lichte voorkeur bij. Maar het is even afwachten wat die offertes gaan doen. Het installatiebedrijf wat ik online had gevonden dan en wat al mij benaderd heeft en ook gewoon zei van joh, als het huis niet doorgaat, no problem, we zetten gewoon 13 juli in de agenda en
we zien het wel en we horen het tegen die tijd wel. Hij komt sowieso nog even kijken wat het uiteindelijk gaat kosten allemaal. Dat hij het huis even bekijkt en hoe de vloer eruit ziet en zo. Dat zat allemaal niet in de prijs inbegrepen. Ofwel, dat zat allemaal wel in de prijs inbegrepen. Maar die zit in Alphen aan de Rijn en dat is echt... Het zijn nou wel een uur en een kwartier rijden vanaf hier. Dus dat ga je natuurlijk ook zien in je kosten van reiskosten. Hoewel de Fraser weer wel in de buurt woont. Nou, lang verhaal kort. Mijn voorkeur ligt een beetje bij een bedrijf hier in de buurt. Maar mochten zij niet goedkoper zijn en wel een minder goede producten leveren, dan gaan we denk ik toch voor die verder weg. Want daar had ik wel een heel goede feeling bij. Maar dat is even hoe het er nu voor staat. Ik heb net de offertes, of de aanvraag voor een offerte de deur uitgegaan. Wat ik best een volwassen stap vond van mezelf. Want zo volwassen ben ik helemaal niet. En ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. Dat zien jullie in de volgende clip. Nou, dan ga ik even kijken. Dat is ja, C2020 en dan 01. Ja. Oh, ik kom uit Wamel. Dus ja, is dat in de buurt? Ja, dat ligt bij Tiel. Ja. Ja, dan ligt het wel in de buurt, ja. Ja, dat klopt niet. Ik dacht dat het 54 vierkante meter was. Maar mijn vriend heeft het even berekend opnieuw. En het is 43 vierkante meter. En dat is wel met echt, weet je wel, tot de rand en ook onder de keukenkastjes. Ja, daar hoeft natuurlijk geen vloerverwarming te komen. Dus ja, ik denk dat het eerder op 40 vierkante meter komt. Ja. Ja, dat is helemaal goed. Ja, oké, bedankt. Doei. Yes. Er is een ding wat we kunnen afvinken van ons lijstje, namelijk de vloerverwarming is geregeld. Die wordt 23 juli gelegd en ik ben helemaal blij. We hebben een afspraak ingepland, ook voor het kijken, hè? Een FaceTime afspraak waarbij we ja, eens gaan checken of er nog complicaties gaan komen of zo. Dus dat is echt super chill. 23 juli gaat de vloerverwarming gelegd worden. Dan het volgende stukje, vloerverwarmingen, is geregeld. Dat ga je zien in de daadwerkelijke verbouwvlog, dat het gaat gelegd worden. En het volgende stukje, waar we nu naartoe gaan, wat ik heel leuk vind, is de keuken. Hi, ik heb je even neergezet. We gaan nu door naar de keuken uitzoeken. Daar komt nog een hele vlog van, denk ik hoor. Want dat is wat... interessanter dan vloerverwarmingen. Maar ja, daar zijn we wel al mee begonnen. Dus dat wilde ik toch stiekem wel al in de vlog zetten. Dus hierbij een stukje keukenregels, noem maar op. Veel plezier met kijken. Een hele goede morgen. Vandaag is het dinsdag 26 mei. En we hebben een afspraak bij een zogezegde keukenboer. Om eens te gaan kijken naar een keuken voor in het nieuwe huis. Het koopcontract moet nog getekend worden. Dat gebeurt aankomende zaterdag. Maar goed, het is goed om al een beetje te inventariseren wat de kosten gaan worden van een nieuwe keuken. Want dat moeten we in ons budget meerekenen. En ik dacht, ik weet niet of ik vandaag wat ga filmen daar. Misschien wel, als er showroom is. Maar ik wil even laten zien wat ik zelf getekend heb. Als een soort keukeninspiratie. Ik weet niet of je het... Dit was de eerste. Kijk, hier zie je dan de koelkast en de oven en magnetron. En hier een kastje. Hier had ik dan de vaatwasser, gootsteen. En hier de... Hoe heet dit? Gasfornuis. En ik had zo'n kast hierboven gedaan... Want ik vind het zo leuk als ze van die nisjes boven zitten. Maar ik weet helemaal niet of dat kan. En het nadeel op deze tekening... Ja, sorry, ik kan helemaal niet zo goed tekenen. Is dat hier dus... Ja, niks is. Dat je daar niks mee kan.
Dus toen heb ik het nog een keer getekend. Toen heb ik die nisjes zo... Oh nee, deze was mijn eerste tekening trouwens. Maar nu hier heb ik die nisjes erover over het blad ook heen gedaan. Kun je nog steeds hier niks mee. Maar nu kun je wel ja, een kast hier... Hier heb ik nog geen plek voor de vaatwasser ingemaakt. En er zit ook geen gasfornuis. Maar dit was de eerste tekening. Ik heb ze door elkaar gehaald. En dan als laatste had ik dit bedacht. Want ik vind het dus wel leuk om niet... kastjes boven het aanrecht hebben. Dus ik wilde dan hier geen kastjes met de koelkast naast de achterdeur. Dan hier de gootsteen, hier de vaatwasser. En dan het gasfornuis aan de andere muur. En daar dan wel kastjes boven te hebben. Omdat die toch tegen de muur zit, niet in het zicht. Terwijl vanuit de kamer, die is hier, kijk je zo, boom, hier naartoe. En daar wil ik dan geen kastjes. Dit was een beetje wat ik in mijn hoofd had zitten. En er komt ook een stukje kookeiland bij. Maar dat is echt alleen maar bar en kastruimte. Dat is niet zozeer dat daar de vaatwasser of daar hoeft niks in, dat kookeiland. Dat is meer gewoon een eiland, bar, waar je aan kan zitten of aan kan werken. Als een keukenwerk. Dus hakken of bakken, dat soort dingen. Dat is een beetje het idee. En deze tekeningen neem ik mee. Ik weet niet of ze dat heel dom vinden dat ik zelf heb gelopen tekenen. Maar dan kan ik hun een beetje laten zien wat in mijn hoofd zit. En nou, we gaan het zien. Ik heb er in ieder geval wel zin in. Dit vinden we dus mooi. Dat je hier ook plantjes hebt. Ik zie dat dan helemaal voor me. Dat hier allemaal kruiden staan. Basilicum, salie, peterselie, munt. En... Ja, die afzuigkap, dat hoeft dan niet per se van mij. Maar dan ook deze kastjes erbij. Ja, die vinden we echt mooi. Deze heeft onze voorkeur nu. Omdat we ook een stukje met barretje hebben in ons huis, willen we dat misschien wel erin houden. Yes jongens, we zijn bij de keuken boer geweest. Het klinkt zo raar, want het is absoluut geen boer. Ik doe heel even deze uit. We zijn eigenlijk super enthousiast over de keuken die we uitgezocht hebben. Ik heb een paar kleine stukjes laten zien dat ze hem getekend hebben. En ook welke keuken onze inspiratiebron was. En ja, er zijn zulke leuke dingen. En ik hoop dat alles wat wij bedacht hadden mogelijk was. Tegen een schappelijke prijs ook. Maar we hebben, ja, ik ben helemaal enthousiast en we krijgen morgen al de 3D tekeningen in onze mail. Dus morgen meer over deze keuken. Maar ik ben nu al echt enorm enthousiast. Echt heel leuk. Even een kleine flash forward. We waren dus bij ergens geweest, de keuken. Alles was ons laten tekenen, maar helaas was die echt veel, veel, veel te duur voor ons. Wij hebben een budget van ongeveer 10.000 euro en met kortingen, kregen we echt superveel korting, was het alsnog 21.000 euro. Dus toen hebben we wel besloten van, nou, dit gaat er niet worden. Sowieso had ik meerdere keukens in mijn gedachten, meerdere keukenboeren. Ik heb ze niet allemaal benaderd. Zo leek Keukenkampioen niet echt iets voor mij. Dat vond ik heel erg alsof iedereen daar een keuken haalt of zo. Dus toen hebben we besloten om bij Superkeukens lang te gaan. En daar ben ik alleen heen geweest omdat Nicky niet kon die dag. En daar heb ik gewoon ook een keuken uitgezocht. Nou, niet echt, maar een beetje verteld wat ik leuk vind. Voordat ik er veel over ga vertellen, gaan jullie dat gewoon nu zien in deze video. Dus ik zou zeggen, kijk verder. Hallo, het is 11 juni vandaag. En dat betekent dat we al minder dan een maand zouden we de sleutel moeten krijgen. En dat maakt mij heel zenuwachtig, kan ik je vertellen. Ik heb vannacht zo slecht geslapen. Ik heb echt alleen maar wakker gelegen. En ik ben dan het hele huis al in mijn hoofd aan het verbouwen. En ik kan maar geen besluit nemen. Komt daar de gamekamer? Komt daar de kastenkamer? Komt daar onze slaapkamer? Hoe gaan we het doen? Waar komt Nagini's bak? Echt niet normaal. Mijn hoofd is op overtoeren. En ondertussen is er zo'n stemmetje die het zegt, het kan ook nog steeds niet doorgaan. Als de financiering niet rondgaat, dan gaat het er gewoon allemaal niet door. En dan is het allemaal voor niks. Oh, echt dramatisch.
Ik ben blij dat het de volgende dag is nu en dat ik een beetje heb geslapen. Ik denk dat ik iets van 6 uur slaap heb. En voor mijn doen is dat heel weinig, want ik slaap eigenlijk altijd wel 8 uur. Vandaag ga ik iets leuks doen voor het huis. We gaan namelijk weer kijken voor een keuken. En heel misschien dat ik mijn vader of moeder meeneem als ze zin hebben om mee te gaan. Dus dan ga ik eventjes aan ze vragen. Daar ga ik nu eerst lunchen. Maar vandaag is dus een leuke dag. Een keuken uitzoeken. Dus hopelijk kan ik wat beelden schieten van wat wij een beetje willen qua keuken. Maar goed, ik laat het je allemaal zien. Tot straks. Ja, dat was het enige beeld dat ik had van die dag. Maar het goede nieuws is dat we morgen, Nicky en ik gaan dan samen erheen. Dan hebben ze bij Superkeukens een keuken voor ons getekend met al onze wensen erin. En dan gaan we hem bespreken. Dus dan ga ik jullie weer meenemen en dat zie je dus in de volgende shot. Dan gaan we echt een keuken uitkiezen. Goedemorgen, het is vandaag 17 juni. Het is echt snel al 10 juli. En vandaag gaan we wat leuks doen, zoals ik al in de vorige clip zei, is dat we vandaag een keuken gaan uitzoeken. Dat is om 3 uur vanmiddag. Het is nu 9 uur 's ochtends en ik ben een beetje half opgemaakt. Ik heb BB cream op en mijn lippenstift, maar mijn ogen heb ik niks aan gedaan en ook niet aan mijn wenkbrauwen, want die ga ik vandaag laten verven. Mijn wenkbrauwen dan. En mijn wimpers ga ik laten liften. Normaal, als ik iets aan mijn wimpers doe, dan zijn het wimper extensions. Super mooi vind ik dat. Echt heel mooi. Maar ik vind het niet ideaal, omdat ik best wel veel tennis en sport überhaupt. En douche en zwem. En ik heb hele lange wimpers van mezelf. Dus ik moet van die extensions ook hele lange hebben. En dat ziet er al snel een beetje neppig uit. Dus ik dacht, weet je, ik wil dat eens een keer proberen om gewoon ze te laten krullen, weet je. En liften, omdat ik best wel lange wimpers voor mezelf heb. Maar ze staan super stijl naar voren. Ik zal dadelijk even laten zien van dichtbij. Maar goed, dat ga ik dus eerst doen in de ochtend. En ik dacht, dat is misschien wel leuk om eventjes in de vlog te stoppen. Dat heeft helemaal niks te maken met verbouwen of klussen. Maar ik vind het wel leuk om na deze verbouwserie het vloggen weer even een beetje op te pakken. Want ik vind het super leuk vloggen. En ik hoop jullie ook. Dus dan komen dit soort stukjes natuurlijk er ook in. De wereld is weer open. Corona is een beetje getemd. Dus ik mag weer dingen ondernemen. En dat is dan wel leuk om te vloggen. Mijn haar is super fluffy, maar dat komt omdat ik gisteren met nat haar ben gaan slapen. Ik moet het ook gewoon feunen voor ik dat doe. Ik heb er altijd spijt van als ik niet gefeund heb daarna. Maar ja, ondertussen ben ik de nagellak eraf aan het halen. Ik kan natuurlijk niet daar aankomen met van die afschrijzelijke afgebladderde nagellak. Maar dat is nu weg. Dus we kunnen. We kunnen. Ik weet niet of je het kan zien, maar hier zie je mijn wimpers. Zie je dat ze heel stil zijn? Oh. Zie je, ze zijn wel lang. Ze staan recht vooruit. Sowieso zie je ze nog beter. Ja, niet het allermooiste shot. Maar dan zie je een beetje wat... ik heb best wel lange wimpers dus. Wat heel fijn is. Dus gaan we eens eventjes kijken of het wat is. Oké. Mijn... De camera gaf een memory card error. Dus ik weet niet of jullie de vorige clip hebben gezien. Maar ik heb inmiddels mijn wimpers en wenkbrauwen laten doen. Bij de bouwclub in Culemborg. En ik vind het heel, heel mooi geworden. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar dat wil ik nog even vastleggen. De volgende clip, dan gaan we daadwerkelijk een keuken uitzoeken. Dus tot straks. Oké, toen had mijn baasje gelogen, want ja, we dachten dat we naar een keuken uit gingen zoeken, maar we gingen echt alleen nog maar bespreken wat we precies wilden en dat was een beetje gek om dat te vloggen. Dus uiteindelijk hebben we nog geen keuken uitgekozen, dus die houden we te goed in de volgende vlog. En nu hebben we wel alles doorgegeven hoe we het willen hebben. En dat betekent dat ze nu een keuken gaan tekenen voor ons.
En daar zijn we wel heel benieuwd naar. Maar dat moet nog even op zich wachten. Dus helaas, helaas geen keukenshots in deze video. Maar we hebben nog wel een vloer uitgekozen. Dus daar gaan we nu heen. En dan als laatste, je ziet hier ook echt dat ik de vlog aan het editen ben. Dan als laatste ben ik samen met Nikki gaan kijken voor vloeren. En zelfs dat heb ik wat te laten zien in deze video. Ik ga er even overheen praten en dan zie je wat beelden. Want ik was steeds mijn vlogcamera vergeten. Dus ik heb met mijn telefoon wat beeldmateriaal geschoten. En we waren eerst bij tegels bezig kijken. Ik heb hele mooie tegels gevonden. En die wilden we ook heel graag hebben. Alleen tegelzetters zijn bijna niet te vinden nu. Het is hartstikke druk, hebben ze het. En de eerste beste tijd dat ze kunnen komen tegelzetten. Want wij hadden hele grote tegels uitgekozen. Dus dat kan niet zomaar door een vader of zo gedaan worden die wel eens een badkamer getegeld heeft. In januari. Dus dat hebben we gauw uit ons hoofd gelaten van dit gaat het niet worden. Toen zijn we naar Nunspeet gegaan. En daar hebben we... ik was eerst naar Amersfoort gegaan. In Amersfoort hadden ze Lab 21. Had hele slechte recensies online. Ik durfde eigenlijk niet erheen, want ik was een beetje bang dat ze me een vloer zouden aansmeren. Maar dat viel reuze mee. Alleen daar was de keuze niet zo wat wij wilden. Ik was wel erover uit. Ik appte ook naar Nikki. We gaan voor een visgraat als we voor de houtlook gaan. Ik wil geen houten vloer als het geen visgraat is. Houtlook. We gaan niet voor een houten vloer. Maar PVC met houtlook. Dus toen gingen we 's middags naar Nunspeet. Best een eindje rijden. Dat was hartstikke gezellig. Maar ja, wel een eindje rijden. En toen hebben we een prachtige vloer uitgekozen. Maar ja, je raadt het al. Een beetje duur. Dus we hadden een goedkope optie gevonden met die vloer. Alleen dan konden we het niet in visgraat leggen. Dus daar gingen we even over nadenken. Ik heb wel beelden van deze vloer. Ja, we zijn helemaal weg van die vloer. Alleen ja, we willen toch wel heel graag in visgraat. Dus dat gaan wij nu even zoeken naar een ander bedrijf waar het wel kan. Dus hopelijk kunnen we het bij een ander bedrijf wat meer in de buurt is. Omdat het visgraat, dat zou dan 4 dagen duren met egaliseren tot het leggen en plakken en blablabla. 4 dagen. En als een bedrijf uit Nunspeet dat moet komen doen, dan is dat best wel veel reiskosten. Terwijl als er een bedrijf is hier uit de buurt, dan is dat wat minder in reiskosten. Misschien zijn ze net wat goedkoper. Dus daar zitten we nog een beetje naar te zoeken van, misschien kunnen we het goedkoper ergens anders. Dezelfde vloer, want we weten welke vloer. De vloer is zeker die vloer. En we gaan hem ook daar in Nunspeet bestellen. Maar het kan zijn dat we hem ergens anders voordeliger of makkelijker kunnen verkrijgen. Ook eerder dan halverwege augustus. Dat is wel de bedoeling. En dan kunnen we gewoon op tijd de vloer leggen voor een normale prijs. Maar het is sowieso duur. Maar ja, je hebt de vloer wel echt voor 20 jaar. Die ga je niet meer vervangen daarna. Dus ik vind het dan niet erg om daar wat meer voor te betalen. Als die dan maar echt super mooi is. Dat is de bedoeling. Dus dat is de update over de vloeren. Yes, dat was de video voor deze week. Ik sluit hem even af in mijn badjas. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Er is best een hoop geregeld en bedacht. En mijn hoofd explodeert van alle bedenkingen. Maar goed, de vloerverwarming is geregeld en de vloer is uitgekozen. Dus dat is 2 stappen in de goede richting. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet niet een leuke comment achter te laten. Ik lees echt alle comments en ik vind het altijd super leuk om jullie ideeën of antwoorden te lezen. Tot volgende week vrijdag met een nieuwe verhuisvlog. En misschien dat er wel eerder al goed nieuws op ons pad komt. Doei!